Telecombedrijf Nokia wil opnieuw successen boeken. De Finnen lanceren een nieuwe smartphone in de hoop een kraantje te kunnen meepikken van die markt. Bij de gewone gsm's is Nokia nog altijd nummer 1, maar bij de smartphones, en het zijn vooral die smartphones die nu winstgevend zijn voor de telecombedrijven, daar heeft Nokia de boot gemist. Steven Rombout. De Lumia 800 is voor Nokia een belangrijke gsm. Het is het eerste Nokia-toestel dat draait op Windows Phone 7, het mobiele besturingssysteem van Microsoft. Tot voor kort waren Nokia en Microsoft elkaars rivalen, nu werken ze samen. Ze hebben heel lang met hun eigen besturingssysteem gewerkt en dat verloor eigenlijk een beetje meer marktaandeel naarmate dat de iPhone en Android van Google opkwam. En Windows Phone heeft hetzelfde voor gehad met Windows Mobile. En ze hebben dan een nieuw systeem op de markt gezet dat nu wel iets beter aanslaagt. En Nokia is daarin nu zijn heil aan het zoeken. Het toestel moet duidelijk maken of Nokia iets kan betekenen op de markt van smartphones. De voorbije jaren heeft Nokia die boot gemist. Het waren Apple en Google, beide nieuw in de telecommarkt, die het laken volledig naar zich toetrokken. Je ziet dat heel vaak. Ik kan het vergelijken met Facebook. Dat is ook opgericht door iemand van 27 jaar intussen. Die nieuwe jonge spelers die brengen vaak heel veel innovatie naar de markt en bestaande spelers zijn vaak een beetje vastgeroest. De koers van het aandeel Nokia verschrompelde de voorbije jaren van bijna 30 tot amper 4 euro. Maar het bedrijf dat ooit begon met molens voor houtpulp en rubberproducten heeft al vaker zichzelf heruitgevonden. Ook bij Microsoft gaan ze ervan uit dat de achterstand van hun besturingssysteem nog goed te maken is. Vandaag zie je dat er op de telefoons die verkocht worden slechts 1 op 2 eigenlijk smartphones zijn. Je ziet een groei in België van de smartphonemarkt van 30% jaar over jaar. Dan besef je dat eigenlijk alles nog mogelijk is.